Ik haat lunches. Ik haat lunches. Ik voel wel dat er meer in zit. Dus we gaan gewoon 150 doen. Ik hoop 5. We gaan nog gewoon 5 doen. Yes! Dat was niet chill. Mijn benen zijn naar de tyfus. Goed dat je weer kijkt naar een nieuwe voetbalfit vlog. En we gaan vandaag lekker trainen. En ik kan zeggen, mijn lichaam is best wel verzuurd. Het plan is 3 keer per week trainen, maandag, woensdag, vrijdag. Maar nu had ik gisteren ook getraind. Ik had een les meegedaan bij mij op de gym. Het was een boxles, kickbox cardio. Dus ik denk, nou, dat is wel even lekker, weet je. Een beetje die spiertjes los. Maar dat viel een beetje anders uit. Want het was één zieke intervaltraining met heel veel pliometries, ook voor borst. Dus mijn hele bovenlichaam is kapot. Benen ook wel. Maar ja, dat hoort erbij. Wie zich brandt moet op de blaren zitten. En we gaan vandaag gewoon trainen, want dat staat op de planning. We gaan squatten, 5x5. Shoulder press, 5RM zoeken. En nog een lekkere 12 minuten finisher. Ik heb voor vandaag een pre-workout. Ik had een bestelling gedaan en dan krijg je van die sampletjes. Ik heb deze. Het heet Venom. Gif. Of als je een echte slang bent. Even kijken. Sour berry. Dus het zal waarschijnlijk zuur zijn. Maar we gaan het zien. Even schudden voor gebruik, hè. Oeh. Wel een beetje zuur. Maar goed te doen. Mooi. Ik had ook al de arginine genomen. Vitamine, creatine zitten er in. Dat neem ik elke ochtend. Nu zit ik te kijken. En de allereerste dag, die ik dus niet gefilmd heb, ging ik ook 5x5 squat doen. Maar toen had ik nog een beetje last van mijn knie. Of nou ja, ik had geen last. Maar omdat ik een knieblessure heb gehad, was ik voorzichtig. Dus mijn zwaarste vijfje was met 100. Nu weet ik dat ik wel met meer dan 100 kan. Dus we gaan sowieso even PR'en vandaag. We gaan boven die 100 uitkomen voor die 5 reps. Dus dat is het doel voor vandaag met betrekking tot de squat. Ik ga een warming-up doen. En als ik ga squatten vind ik het altijd belangrijk om een stukje mobiliteit te doen. Dus ik zal eventjes een paar oefeningen laten zien die ik meestal toepas in een stukje mobiliteitsworkout. Om toch mijn lichaam lekker soepel te krijgen. Dat ik goed diep door kan zakken en de techniek goed kan uitvoeren. Dus kijk naar de volgende oefeningen en dan gaan we daarna lekker squat. Oké, eerst ga ik even een stukje foamrollen. Ik heb een keer een video gemaakt over wat foamrollen doet. Dus die kan je in de beschrijving zien. Kijk het vooral even in het kort. Het zorgt ervoor dat je spieren wat losser worden. Wil je nou een gedetailleerde beschrijving? Kijk dan even het filmpje in de link. Zelf vind ik het altijd fijn om de bilspieren te pakken, de rug. En af en toe de kuiten en bovenbenen, afhankelijk van wat ik ga doen. Nu ga ik squatten, dus eventjes die billen, die bovenbenen, want daar zit nogal wat spanning. Zijkant. Oh, hier zit een plekje. Oh. Oh. Teringen. Oh. Oké, foamrollen hebben we gehad. Gaan we door naar de eerste stretch. Oké, voor de eerste stretch plaats ik mijn linkerbeen naar voren, andere naar achter. Rechterhand hier, elleboog naast mijn voet. Lekker doorzakken, daar blijven. Je kan je achterste been strekken, je kan ook je knie op de grond zetten. Dit geeft net even iets meer spanning. Wisselen. Linkerhand naar buiten, elleboog hier laag. Hier open je echt je heup mee. En dat is met dat squatten zo meteen belangrijk. Okay. Volgende die ik doe, is hier naar beneden. Dan druk ik mezelf uit, schouders naar achter. Kijk omhoog. Meestal draai ik hem nog even een beetje zo in. Tenen in de grond
En dan maak je een piramide van jezelf. Hak in de grond. Even naar beneden. Omhoog. Dit zijn wat yoga oefeningen met de cobra en de down dog. Maar die zijn om je lichaam op te warmen en te mobiliseren ideaal. Kijk omhoog naar achter. Je voelt hier echt je kuiten als een malle. Goed die schouders opstrekken. Oké. Okay. Volgende die ik altijd wel fijn vind, is eigenlijk al in die squat positie staan. Dus hier, knieën naar buiten drukken. Pak je je voeten. En dan naar buiten drukken. En dan strek je benen. Naar buiten drukken, benen. Druk ze naar buiten en omhoog. Goed voor je hamstrings, liesen. Lekker in beweging. Laat die spanning maar komen. En meestal ga ik daarna door met het volgende. Hand op de grond, draai helemaal in. Kijk naar je hand. Wissel. Kijk naar je hand. En dit zo achter elkaar door. Verder handen op de grond, plat op de buik, armen wijd, indraaien. Probeer die schouders zoveel mogelijk op de grond te laten. En ook deze kan je andersom doen. Zo, lekker draaien. Voor zover even wat stretchoefeningen. Ik ga nog even de benen warm maken, een beetje joggen, een beetje agilities. En dan gaan we squatten. Die ging lekker, wel op het randje, maar ik voel wel dat er meer in zit. Dus we gaan gewoon 150 doen. Ik hoop 5, zijn het er minder? Ook goed. Soms moet je gewoon eventjes eentje extra pompen, is je doel 5, maar je haalt de 3, is dat ook goed. Zo kom je steeds door dat patroon heen, zo ga je over die grenzen heen. Houd het wel veilig, voel je lichaam. Als ik het niet red, kan ik hem gewoon achter me laten vallen. Dus ja, kijk het. Maar we gaan niet minder dan 5 doen. We gaan nog gewoon 5 doen. Yes! Ja, yes! Hell yeah! Yeah, baby! 150. 150, ik ben trots. Het is lang geleden dat ik dat gesquat heb, dus daar ben ik erg blij mee. Zeker gezien de eerste training dat ik het maar 100 deed, omdat ik dus bang was voor die blessure. Maar goed, het zit er dus nog in. We hebben nog een beetje kracht en het gaat alleen maar meer worden de komende tijd.
Dus, nu shoulder press. Vorige video deden we push press, dus met een hupje. Nu niet, nu is het strict press. Dus al die schijven gaan weer er vanaf. En we gaan met een lege stang beginnen. Gewoon steeds 5 herhalingen, tot we bij het einde zijn. Oké, 65 zat er niet in, 60 wel. Daar ben ik nog steeds wel tevreden mee. Dus dat is mooi. Nu de finisher. We doen overhead lunge met 20 kilo schijf. 30 stappen, dus dat is 15 rechts, 15 links. En daarna een dynamic push-up. Dan heb ik 2 schijven en dan doe ik een push-up en dan spring ik op die schijf. Daarnaast, erop en eraf. En je ziet het in het filmpje. 12 minuten lang, zoveel mogelijk rondes. Maar ik moet eerst even deze troep opruimen. Always making a mess. Jongens, ik ben het echt aan het uitstellen. Ik haat lunches. Ik haat lunches. Ik heb zoveel spierpijn in mijn reet morgen, ik weet het nu al. Maar ik moet er echt aan geloven. We gaan het nu gewoon doen. Maar ik heb er geen zin in. Kan ik je vertellen. Dat was niet chill. Het water druipt van mijn gezicht. Mijn benen zijn naar de tyfus. Maar we hebben het wel weer gedaan. Abonneer je op mijn kanaal. Vind je die video nou leuk? Like het. Kijk gewoon eventjes alles, jongens. Het is leuk. Support the boy. En deel het. En wil jij gewoon een keertje meetrainen? Lijkt het je tof om een keer mee te trainen? Doe me gewoon een berichtje en dan gaan wij samen trainen. Yes? Tot de volgende video.